Het dierenpark in Wassenaar heeft zo zijn speciale zorgen. Het valt niet mee om al dat kleine grut groot te brengen. Nemen we bijvoorbeeld Charlie. Hij is dol op autorijden. Hallo Charlie. En het vrouwtje is dol op hem. Op gezette tijden gaat ze met hem naar zuigelingenzorg. Ook baby chimpansees gaan daar naartoe. Dag dokter. Dag mevrouw, hoe gaat het ermee? Hoe maakt de kleine jongen het? Hij ziet er een beetje pips uit. Ja, doet u hem de kleertjes maar even uit. Charlie op de commode. En hier komt de aap uit de mouw. Mutsje af, jasje uit, truitje uit, hemdje uit, broekje uit. En dan op de weegschaal. Zo, zie je dat? Alweer aangekomen. Nou even mooi stilzitten en niet krabben. Och ja, dokter, hij heeft weer zo'n last van galbultjes. Nee, over zijn eetlust hebben we de laatste tijd niet te klagen, dokter. Maar zijn borstje piept zo. Nou, dan zullen we eens even luisteren. Zuchten. Nog eens zuchten. Goed zo. Nu nog even de percussiehamer. Nou, het valt allemaal heel best mee, hoor. Geeft u hem 2 keer per dag 180 gram bijvoeding uit een flesje. Ja, gewone koemelk. 1 deel water, 2 delen melk en 1 lepeltje suiker en wat vitamine. En tenslotte nog dit. Als hij lastig is, gewoon laten huilen, hoor.